Nou, daar gaan laatste aflevering. Laatste. Weet wel nog dat wij echt... We hebben heel erg toegeschreven naar... naar de climax. En we dachten bij de laatste, ja... We hebben toch heel veel van die tekstjes aan het einde van wat er gebeurt met iedereen. En we hebben de begrafenis van Bartel Jaap. Dan zijn we er wel ongeveer, toch? En dat we een beetje van een koude kermis thuis kwamen. Toen bleek dat dat ongeveer... 6 minuten waren. Ja. Inderdaad, ja. Hoe begint dit? Begrafenis. Oh ja, tuurlijk. Oh, ja. Ik heb een vriend verloren. Wij allemaal hebben een vriend verloren. De gebeurtenissen op het schoolfeest de afgelopen week zijn een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van deze prachtige school. Natuurlijk vanwege het tragische sterfgeval dat ons ten deel is gevallen. Dit allemaal voor een konijn. Ik ben altijd zo benieuwd hoe lang het duurt voordat mensen doorhebben dat het niet over Bartel Jaap gaat. Ja. Hebben gedaan om dit te voorkomen. Ik denk dat de meeste mensen wel vermoeden dat het een grap is, maar ja. En we keken ernaar. Koekje wordt zo terloops, wordt hij doodgemaakt. Dus ik vraag me af, ja. Door de laffe daad van een kwaadaardige eenling uit ons leven bent gerukt. En nu? Nu is het... Ik weet nog dat wij heel kwaad waren dat ze deze afleveringen in één uitzonden. Heb ik veel van je geleerd. Toen op tv kwamen 9 en 10 tegelijkertijd uit. En was het ineens één lange aflevering. En dat vonden wij superkut dat je dit meteen na die dood had. Terwijl je wilde gewoon een week moeten wachten en dan dit zien. Ja. De toekomst tegemoet treden. Zoals jij ook altijd deed. Die was er altijd voor ons. Armand, wij waren huilen. Te weinig voor jou. Het idee dat ik je nooit meer achter je oortjes zal kunnen kriebelen, is echt gekmakend. Rust zacht. Lieve Koekie. Nu hebben ze toch je Sweet Koekie shirt. Ik heb wel nog een Je Sweet Bartel Jaap trui. Ik heb nooit een Je Sweet Koekie ding gekregen. Ik heb die trui ook, maar die zit onder de verfvlekken. Naar achteren te gaan. En dan is zo dadelijk voor jullie allemaal de zomervakantie begonnen. Oh ja, voor ik het vergeet. Leuk dat hij hier mompelt. Dat Chinese wijf. Wiskunde gaan geven. Want, Chinese wijf. Bartel Jaap is dood. En, alsof dat ook niemand is opgevallen. Ik 6 weken niet meer onder mijn verantwoordelijkheid. De jongens en meisjes, geniet van de vakantie. En live fast and die young! Dit is eigenlijk... Wacht, zal ik eens kijken? Kan je eens op pauze zetten? Stop als het hele artikel in beeld is. Ja, let op. Ik heb hem, als het goed is, heb ik hem nog op mijn telefoon staan. Want dit is namelijk... Dit wilden we graag helemaal in beeld hebben. En dat is nooit gelukt, omdat dat... dat was gewoon te veel gedoe. Dus misschien kan ik nu een keer dit artikel voorlezen. Ah, dat is heel erg goed. Hier staan namelijk. Horrorpedo krijgt verdiende loon. Misselijkmakende kindermisbruiker Bartel Jaap Balmeger, 38, kon jarenlang ongestoord lesgeven aan weerloze minderjarige kinderen op de middelbare school. Wat een prachtige afsluiter van een mooi schooljaar had moeten zijn voor de hardwerkende jongens en meisjes van de middelbare school, eindigde vrijdagavond in een nachtmerrie vol gebeurtenissen te gruwelijk om onder woorden te brengen. Wij verzoeken lezers onder de 18 jaar niet verder te lezen. 1 onbespied moment. Meer dacht griezelmisbruiker Bartel Jaap Balmeger niet nodig te hebben om een brave, onschuldige, 11-jarige immigrantenleerlinge van haar maagdelijkheid en waardigheid te beroven. Nadat hij haar op karakterloze wijze stelselmatig van de rest van de leerlingen had vervreemd, sloeg hij toe op de apotheose van het schooljaar, het eindfeest. Terwijl onbeschonken jongeren argeloos schuifelden op de liedjes van de gehandicapte DJ Video, probeerde Balmeger zijn ontuchtige gevoelens te botvieren op de lieve leerlingen. Leerlingen dus met
E op het eind, snap je? Als in een vrouwelijke leerling. In haar kinderlijke onschuld dacht zij eerst nog dat het om een spelletje ging, alvorens zij het reusachtige lijf van Balmeger haar tengere lichaampje voelde omklemmen en tegenstribbelen te laat was. Oplettende omstanders zagen haar gesmoorde kreet om hulp, terwijl het seksuele roofdier haar al maar steviger in zijn vuile greep kreeg. Eenmaal ontmaskerd sloeg de lafhartige kinderlokker op de vlucht. Dat Balmeger niet keek op een slachtoffer meer of minder, bleek toen het hem in zijn slappe vluchtpoging noodzakelijk leek het prijswinnende konijn Cookie tegen een muur te slaan en voor dood achter te laten. Buiten werd Balmeger, godzijdank, dankzij kordaat optreden van de mobiele eenheid, met 41 schoten om het leven gebracht. Ondanks reanimatiepogingen van de leraar Duits stierf hij aan zijn verwondingen. En zo is de wereld weer een stukje veiliger geworden. Bartelja Balmeger, woonachtig op de Jacob van Hofmeijerstraat 24A, leek op het eerste oog een doodnormale man. Sokken in zijn sandalen, boterhammen in folie en op de lichtfiets naar school. Maar achter die burgerlijke façade ging een monster schuil dat zijn weerga niet kent in de vaderlandse pedofiele geschiedenis. Als het koud was, zaten we met de ramen open. En als je er wat van zegde, moest je in de hoek staan van meneer Barteljaap. Al dus Armani P., die uit veiligheidsoverwegingen voor zijn familie niet met zijn hele naam in de krant wilde staan. Ik had dit niet verwacht. Ik ben hier echt kapot van. Het was altijd zo'n vriendelijke man. Hij kwam wel eens bij me eten en hij probeerde niet met me te zoenen. Maar dat hij dit met kinderen wilde, had ik nooit verwacht. Al dus meneer Heinrich, een vriendelijke, eerlijke en betrouwbare docent die het geduld en de medemenselijkheid bezat om Balmeger bij te staan in diens laatste momenten tussen aarde en de hel. De Tweede Kamer stemt deze week over een wetsvoorstel om de naam Barteljaap te verbieden voor de komende miljoen jaar. De as van Balmeger, wiens laatste wens... De as van Balmeger, wiens laatste wens om begraven te worden uitdrukkelijk genegeerd is, wordt uitgestrooid over een nog onbekende plek. Dit om te voorkomen dat zijn laatste rustplaats een bedevaartsoord wordt voor horrorpeders over de hele wereld. Dat staat daar eigenlijk. Ja, helaas. We wilden dus eigenlijk helemaal een beeld hebben, zodat het een soort easter egg was, dat je het beeld op stop kon zetten. Maar helaas, met die lieve foto ook. Horrorpeder. Ja, het mag weer door. Armani P. Platje, is dat achter? Platje. Ik kom altijd nooit meer terug na de vakantie. Wij komen met z'n drie terug, Armani. Waarom komt iedereen altijd nooit meer terug? Nou, zij zijn allemaal geslaagd. En wij niet, dus ze moeten terugkomen. We willen hem ook nog een beetje lief maken. Dus ja. Dit vonden we best lief van hem. Auw. Auw. Alsjeblieft. Nu zijn jullie allebei ook geslaagd. Door mij. Ja, mijn vader heeft dus geregeld dat ik de eerste 2 jaar van mijn studie, dat ik dat dus in New York kan doen. Dus dat is wel leuk. Wauw, tof. Ja. Ik heb ook echt zin om naar Oxford te gaan. Nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe cultuur. Gewoon, frisse wind langs mijn kut. Wat jij, Roslin? Ik ga bij het Korps Mariniers en ik heb volgende week mijn hoogtestage in de Himalaya. Oh, oh leuk. Ik heb alleen maar het slagroom. Alleen maar een slag om te eten. Afscheid, Debe. Wauw, wat is die koffie heet. Ik zie jullie niet meer naar de vakantie. En... Leuk dat we alleen een slagroom aten inderdaad. Ja. Kijk, ja. Bedankt voor alles en het gaat jullie goed. Vriend, wat raak je mij aan? Jou heb ik nooit gemogen, dus ik ga jou geen kus geven. Nee, ik jou ook niet. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Yes. Hey, Timmy. Hey. Leuk dat er nog een beetje slag om in je hoek zit. In je mondhoek zit. Mijn verkering. Nee. Please. De beste methode om iemand om verkering te vragen is om te smeken. Ja, please. Tony, wil jij nog een cakeje? Dank je, ik heb wel cookies. Zo leuk dat... Ja, dat komt zo meteen nog. Dat hij weer clean is straks. Oh ja, en dat hij ook gedwongen wordt om toch weer... Jongen, fijne vakantie allemaal. Succes met... Tot wanneer eigenlijk. Ik hoop dat jullie leuk... Ja. Tot volgend jaar, Armani. Ik ga jullie doodmaken volgende jaar. Boeien, dat is nog lang niet. Zomervakantie! Ja, dit gevoel ook, jongen, dat de zomervakantie oneindig is en dat je eigenlijk voor je gevoel zit je dan alweer op school. Dat kan helemaal gek van voetbal.
Hier ben ik ook heel vaak in de lach geschoten om de domheid. Dan zitten jullie weer. Tijdens spelen. Ja, wel snel. Dus onderdeel van jullie plan? Ja, nou kijk. We dachten. We dachten dat als we dan de laatste twee maanden van school niks gingen doen. En we hadden dan ook nog zomervakantie. Dat. Ja, dat we dan dus. 3,5 maanden. Kijk. Helemaal vrij waren. We gaan lachen. Dus dat we dan. Ja, dat was wel leuk om met z'n tweeën te spelen, volgens mij. Dat was ook ergens een van de laatste dagen. Een van de laatste dagen, ja, klopt. En? Ja, het was wel heel erg leuk. We hadden een klein beetje onderschat dat we dan wel die laatste twee maanden nog naar school moesten. Maar wel gewoon wel leuk. Ja. Maar nou zitten jullie weer hier. Ja. Terwijl als je vorig jaar wel wat had gedaan, dan zou je nu een heel jaar vrij kunnen hebben. Beetje feesten, beetje voetballen, beetje vingeren. Ja. Toch? Net te goed doet hij dat gewaar. Vergooi je toekomst nou niet. Je wilt toch niet net als die Mongool van Armani hier tot je 25e nog zitten? Oh, dat was het ding dat hij heel oud was, ja. Kijk, dit jaar wordt een makkie, want we hebben alle lessen vorig jaar al gehad. Ja, ja. En we zijn vorig jaar expres gezakt. Waarom denk je dat we een tekening hebben gemaakt allebei bij ons Engels examen? Tim heeft anders geen tekening gemaakt, hoor. Tim heeft een heel lang opstel geschreven in wat wij van het docententeam vermoeden dat Engels moet voorstellen. Gelachen, hoor. Ja. We hebben hem allemaal ingelijst thuis hangen. Wat? Sorry, ik wilde gewoon slagen en bewijzen aan iedereen dat ik het wel kon. Dus, dan kan je helemaal niet chillen dit jaar. Dan moet je gewoon keihard leren. Ja. Over dit grapje heeft Arnold Gumberg nog een column geschreven ooit. Is dat zo? Ja, over als je echt in de problemen zit en je weet niet meer goed wat je moet doen of zo. Echt hiervoor zit. Stel je dan gewoon de vraag. Zeg eens. Pik of kont? Belangrijk is voor mensen die dit spel willen gaan spelen, is dat je doet nooit kont. Je doet nooit kont. Dat is gewoon de hoofdregel. Oh ja, wauw. Met dit jongetje, die had denk ik de mooiste ouders. Dat is niet zijn normaal. Ouders waren de mooiste mensen die ik in mijn leven gezien maar heb. Maar dat is echt niet normaal. Wij konden allebei onze. Hij is sowieso niet te doen zo knap. Zijn moeder is niet te doen zo knap. En zijn vader was. Zijn vader was misschien. Ik zou liever met zijn vader naar bed gaan dan met zijn moeder. Die vader was een soort. IJsblauwe ogen, zo'n lichtse en zo'n baardje. Die waren zo knap. Dat was echt het knapste. Hij was perfect. Hij was een perfect mens. Maar echt serieus, ik weet het nog. Wij zaten echt ademloos te kijken naar dit gezin. Van, die kwamen uit een andere dimensie gestapt om even bij ons op de set een hele rare scène te spelen. Oh ja, die Vla. Wie kent deze Vla nog van vroeger? Dat was iets van 13 cent of zo, toch? Bij de C1000 of zo. Als je een keer geen zin had in boterham met folie, dan kocht je de schooierigste vlaam op school. En een bullet of zo. Hé, maar is clean, maar hij heeft wel nog koortslip. Hij is toch clean nu, of niet? Ja, maar dan is het een iets kleinere koortslip, of niet? Oh ja, dan ziet hij wel beter uit. Hij ziet er wel iets beter uit. Dit was ook een idee dat we al heel lang hadden. Eerst wilde hiermee openen, weet je nog? Ja. Dat je begon aan het begin van het schooljaar. Dit was best wel zwaar voor. Voor de acteur die Tony speelde voor Bob. Ach, dit ventje is zo schattig. Ja. Zo'n schattig ventje. Maar echt leuk dat die figuranten allemaal zo leuk meededen. Ja, hier werd echt gewoon gezegd, jongens, ga helemaal flipmodus. Ja. En iedereen had een dier gekozen, geloof ik, die ze moesten spelen. Echt fucking schattig, jongens, ja. Ik kan niet meer, ik ben kapot. Niet zo aanstellen, Tony. Neem anders lekker nog een tikkie. Nee, een tikkie. Ik ben afgekikt van de zomer. Wel nee, joh. Wel nee. Ja, verween jezelf. Wel nee. Ik ben afgekikt. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Dat vind ik heel goed, die blik, hoe die nu. Goed. Zo plichtgetrouw ook meteen. 1C. Laat nu de kindertjes van 1D maar binnenkomen. Wat een hond. Rils houdt hem gewoon hoekt. Ik ben kapot. Deze wijsheid is ook waar. Brugklasse dit jaar. Hij ligt het aan mij voor je die brugklasse ieder jaar, jongen.
Dat was niet normaal op school. Ja. Ieder jaar werden ze echt 3 jaar jonger. Ik heb dat nu ook. Als ik nu middelbare scholieren zie lopen, dat ik denk... Is het... Ik had seks toen. Toen ik zo oud was. Je kan niet zo klein zijn. Luister, Tim. Ik ga je helpen dit jaar. Kijk, nu is de cirkel weer rond. Zo meteen met Victor, die dan door een hoepel gaat. Pindas eten en achter een hek staat. Dan is hij de aap geworden. Nou ja. Hey, jongens. Bevrijd me. Jongens. Victor, je kan overal heen. Gymzaal? Nee, ja, dat niet. Alsjeblieft, de wereld is een gevangenis, alsjeblieft. Doei, Victor. Mag ik wat eten? Lach eens. Spring eens door die hoepel. Oh ja, dan lach ik ineens in een hoepel. Dat hij dit zo... Als zo'n baviaan, dat is ook zo'n YouTube. Jongens, ik heb gehoord die pedo is dood. Mag ik anders wiskunde geven? Please, alsjeblieft, mag ik wiskunde geven? Nee, doe meneer Hulsto. Victor, je bent ontslagen. Het is over, ja? Luister, ik ga echt normaal doen. Ik ga heel normaal. En wij zijn nu zieke nerds geworden, dus wij gaan op tijd naar onze les. Hoi. Die wiskundeles hebben we ook heel lang over gedaan om iets te verzinnen dat wel nog met het plot te maken had, maar dat ook grappig was. Denk erom dat ik denk erom dat ik erin ben! Denk erom dat ik erin ben, is een quote van huisbaas Bob. Nee, van Jos. Hij pakt netto per maand 12.500. Maar goed. Waar ook nog een andere dramaturg van de KRO bij had geschreven... dat hij er wat is. Dat hij wat voor één is. Dat wij dachten, gast... Weekend spuit de champagne op servers. Lelijke vaas, zeg. Doei, vaas. Hij betaalt 3 keer alimentatie. Of, meneer Hulst. Onze dramaturg vond dit zo lang echt een kutscène. Ja. Zei, ja, wat moet ik hier nou mee met deze scène? Hij zei, ja, het is toch leuk dat dan... Hulst laat hun, de jongens laat uitrekenen... Hoe die zijn geld moet... verdelen. Wat hij dus per maand verdient, haal je €120 over. Ja. Maar ja, hij wil meer. Liefde. Ja, daar kom ik nu. Kijk, nu zit hij iedere vrijdag met een goedkope zieke Roemeense hoer bij een wegrestaurant. Maar ja, dan zit hij de volgende dag wel met een penicilline spuit in zijn tas aan de bokentafel. Hij kan natuurlijk ook met een dure... Zal iemand zwenden. Maar ja, dan is hij wat extra centjes kwijt voor een bus. Zo'n zieke player. Hij moet gewoon aan het eind van de maand wat cash overhouden om op mensen te gooien. Dus, de vraag is... Hoeveel kan hij zichzelf extra betalen voor zijn werkzaamheden als wiskundeleraar om deze levensstijl te kunnen hanteren? Ervan uitgaande natuurlijk dat hij flink bezuinigd heeft op de voorbereiding. Oh ja, dat was ook nog een ding, dat Bartel Jaap echt geen pleuris verdiende. Behoorlijk ruim budget is, hè? Ach, die arme Bartel Jaap. Oh, je hebt ook weer een Engels les ingeschreven. Oh ja. Is de E. Dit was een van de eerste draaidagen en dit speelde wel op een sticker. Dus want de manier... Ja, weer de regisseur, ja. Nee. Want de manier waarop dit gedraaid was, was eigenlijk zeg maar, dat de camera zo voor je stond. Dan zet je hier een sticker. Ja. Dus dan zaten wij wel achter in die camera, maar we hebben elkaar nooit in de ogen kunnen zien. I. Deze scène heeft zich ook in een minuut geschreven, denk ik. Ja, I is pet. Pet. Ja. Dit vind ik zo grappig. Deze lange... O is gewoon de dat je zo lang moet nadenken om... U is de you, me... You. Ja? En de I is de why. Waarom? Klopt. Wat? Snap je het nu een beetje? Nee. Ik heb zoveel nagedacht. Luisteren, opletten, op tijd komen. Dat lokaal was nog leeg. Er was niemand, er was niks. Kan helemaal niet dit. We moeten iets anders verzinnen. Ik kan niks bedenken. Gelukkig heb ik natuurlijk weer iets geniaals bedacht. Tim, wat is het allerbelangrijkste op deze hele... Wat zei ik? En Tim, vriendschap. Wat is... Dat je op haar symbiotische wijze wel willen laat meesleuren in de ellende van de ander. Dus daarom heb ik bedacht dat we elkaars toetsen gaan maken. Wat? Ja, het is briljant. Dat niemand dit ooit eerder bedacht heeft. Kijk, de helft van je toetsen... Dat zei je ook bij het plan vorig seizoen, toch? En de helft van je toetsen maak je onder de naam van de ander. Als ik nou voor al mijn toetsen een 10 haal... Dit gebeurt toch wel op school, dat mensen toetsen maken onder andermans naam? Ik kan me bijna niet voorstellen. Ja, misschien ook wel, ja. Een vriend te redden. Ik vang aan het eind van het jaar gemiddeld 5.5.
cruciaal voor dit plan is wel dat jij minimaal... Worden niet je schoolonderzoeken tegenwoordig bewaard? Dus dat je gewoon... Je naam goed. Onthoud dat je jouw naam spelt volgens de oude spelling. Dus Tim Pannenkoek. Zonder en, niet Tim Pannenkoek. Pannenkoek. Nee, Pannenkoek. Wat een mogel. Wat een ongelofelijke deal. We gaan slagen. We worden volwassen. Nu komen Pim en Frederik, toch? Ja. Voel het, ja. Hey, ik ben klaar voor deze volgende stap in onze vriendschap. Wij gaan het nu serieus aanpakken. We zijn zulke bijzondere jongens. Oh, nee. Oh. Het is uit, Emily. Ik ben het weer. Tim. Oh, sorry. Sorry. Maal sloeg daar zo hard. Zo ja. Ongecontroleerd gewoon meppen. Niet... Maar ziet dat eruit alsof hij controle heeft over zijn lichaam? Nee. Jullie moeten dringend naar het kantoortje van meneer Heidrich komen. Hij zei dat hij een super bijzondere opdracht voor jullie had. Jullie moeten op een panda. Hij praat best wel volwassen al, die gozer. Een panda letten. Verantwoordelijk. Ja, dat zat in het eindstukje. Oh, in het eindschapje komt er. Ja, en zo mijmeren de toekomstige Tim en Erik. Weet je wat vet zou zijn? Als we een hut zouden bouwen waar we dan de hele tijd zouden pissen in de pan. Had ik vroeger. De pishut. En dan noemen we het de pishut. Ik ging met vriendjes afspreken. Hé, man, zullen we zo meteen weer naar de hut? Ja. Zullen we gaan pissen? Ja. En dan gingen we de hut pissen en dan was het pishut. Toen waren we 6 of 7 of zo. Deze aflevering werd uitgezonden op de dag dat er een aanslag was met een vrachtwagen in Berlijn. Ja. Iets van 2 uur na die aanslag op de kerstmarkt of zo. Dus toen kregen wij reacties op. Heel veel. Nou jongens, lekkere timing. Ja, kregen wij weer gezeik. Terwijl we het zo goed bedoelden. Dat zo goed bedoelden. Zo grimmig dit. Zo'n grimmig shot. Wel nog toeteren. Wat een lul. Kijk. What? What? No. Hè? Al die tijd. Voor het eerst zie je Maas ogen ook. Juist hem. Ja, oh ja. My god. Het was één grote... Wat? Nee. Ah, nu leuk nog de tekstje. Toch ook wel met z'n rug op de foto gegaan. Ah ja, als dolpje echt gespot. Ja. Ja. Dat is een piloot. Kijk die armen. Veel te brede armen voor een klein hoofd. Ja. Dit klopt dan dus niet. Hij bleek niet geloofd hebben, dat weten we al. Ja. Hij heeft al gepraat een keer. Ja. Ik vind het wel leuk dat ze elkaar niet meer spreken nu. Hij zit hier op zijn 23. Ja. Heroïne, morfine, whisky. Met een halve nectarine. Ach, die lieve man. Oh ja, dus al zijn geld. Oh ja, en dan gaat. En een bronzen kakatoe. En de bronzen kakatoe is ook zijn meest gewaardeerde bezitting. Al Bartoljaaps geld, het casino brood. Oh ja, dat was ook een ding. Doordat hij na 2 weken vrij werd gelaten en inmiddels heerlijk leeft op een van de tropisch eiland. 73 jaar laat. Ja. Dus ook eigenlijk meteen het antwoord op waarom er niet nog een seizoen komt. Omdat we eigenlijk iedereen dood hebben laten gaan. Ja. De thuis ligt ook al in de verdwijning van de bronzen kakatoe. Zij steekt dat ding elke avond in de doos. Ga het zien, je weet niet wat je doet. Ach ja. Hé, hey, oh, daar staat Armani. Dat had Amrani moeten staan. Oh ja, inderdaad. Ik begon te ademen. Wat vet. ...31 kleinkinderen, ziek. Marietje Pielemans. Ja. Vet. Ze is nog steeds maagd. Ach, Marietje. Ja. Ja, ja. Oh ja, dat was het.
Wat flauw. Wat een lieve foto. Oh ja, en die pandabeer was dan een ding van meneer Heidrich. Allebei topmodel. Ja. Dat is klaar, Tom. Nu ik het dus zo allemaal terugzie... ben ik erg blij. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ik ook. Het is ook fijn dat je het kan. Je kan het dus in een dag doen. We zijn vanochtend om 10 uur begonnen. Het is nu... Kwart voor vijf. Nou ja, je kan het gewoon bingen in een dag. En ik vind dat het echt een meerwaarde heeft om het zo allemaal achter elkaar te zien. Dat het... Als ergens iemand ooit nog schrijft dat wij een sketchprogramma hebben gemaakt, Rundfunk, dan gaan we diegene aanklagen. Nee, het valt me zich eens ook op dat die grapjes veel meer op verhaallijnen zitten. Dat het eigenlijk veel meer een ding is. En dat het leuker is als je doorkijkt. Je kan niet, als je gewoon losse fragmentjes kijkt, is het ook wel grappig. Ja. Maar die spreekbeurt van Armani is leuker als je al meer weet van die gasten. Zeker, zeker. Ja. Nou. Dus, lieve mensen, bedankt voor het kijken. En hopelijk hebben jullie er wat van opgestoken en vonden jullie het leuk. En hopelijk gaat nu nooit meer iemand aan ons vragen... komt er nog een seizoen Rundfunk? Het antwoord daarop is nee. Maar er komen wel weer andere dingen aan. We houden van jullie. Kusje van de boys.